we terugblikken op de 19e etappe in de Tour de France. En dat doen we onder meer met Jacques Hanegraaff, de manager van de Farmfeed ploeg. Verantwoordelijk voor het management van de ploeg en ook voor de sponsoring. En om uw geheugen even wat op te frissen, Jacques Hanegraaff, zelf ook een zeer verdienstelijk renner. Nog een paar honderd meter en het is gebeurd. Jacques Hanegraaff. Daar komt hij in het zicht van de finish. Eindelijk, na zoveel uren, is het gelukt. De handen gaan omhoog. Jacques Hanegraaff, winnaar van de 19e Amsterdam Gold Race. Kijk eens hoe die kan lachen. En dat kan je nog steeds. Dat was in 1984. En daarbij, wat zijn nog de andere grote prestaties van Hanegraaff? Nou ja, ook niet zo heel veel. Maar ik heb wel geel gedragen in de Tour. Dan ben ik natuurlijk, dat is altijd een heel mooi souvenir. Een paar keer kampioen van Nederland en nog wat mooie wedstrijden gewonnen. Dat achterloos, een paar keer kampioen van Nederland. Nou ja, dus lang geleden, maar ik denk ook niet dat het... ik ben heel tevreden over mijn carrière, maar je bent toch altijd niet tevreden over de dingen die je niet gewonnen hebt, hè? Ja, dat is absoluut zo. Toen werd je manager van de Farmfeed ploeg en nu is de Tour bezig. En dan denk ik, waarom zit een manager in Nederland en niet in Frankrijk? Je moet daar niet per se iedere dag zijn, hoor. Die Tour gaat toch wel door. Dat zeker. Henry Redant die heeft de zaak wat dat betreft sportief gezien goed in de hand. En als ik nou ervan overtuigd was dat wanneer ik daar zou opdraven en ze plotseling een etappe zouden winnen, dan was ik misschien zoals wel. Zoals het met Jan Raas gaat. Ja. Als hij even overvliegt naar Frankrijk, dan... Ja, precies. Iemand vertelde me, en het was precies de vooravond van de etappe naar Houtenkamp, van god, Jan Raas was gisteren naartoe en toen won plotseling... won Erik Dekker een etappe. En nou, het was aan de vooravond van Houtenkamp. Ik dacht, nou laat ik dan morgen toch maar niet naar Houtenkamp gaan. Want dan is de kans toch nog heel gering dat we daar winnen. Maar je zegt het zelf al mooi. Redant heeft het sportief gezien mooi voor elkaar. Ja. Maar het gaat natuurlijk niet zo goed met de Farmfeed ploeg. En eigenlijk, misschien zou een manager dat best rond moeten lopen. Ja, er zijn heel veel dingen. De geledingen allemaal gesloten houden. Er zijn wel dingen die niet echt goed gaan. Hoor. Dat merk je ook aan... toch hier en daar wat geluid in de pers en zo, maar dat, ja, dat moet maar even zo. En laten we dat na de Tour weer eens rustig op een rij zetten. Ja, en straks meer over de Tour en de Farmfeedploeg. Vandaag een tijdrit. Betekent dat je als wielerliefhebber weer even extra daarvoor gaat zitten? Ja, een tijdrit is natuurlijk een hele mooie discipline. Het mooie van deze tijdrit vandaag is dat het precies weerspiegelt de krachten in de huidige Tour de France. Met het klassement? Vooral met het klassement. Het is dan toch heel mooi te zien dat Lance Armstrong hier ook weer het verschil maakt. Ja, ik had gehoopt op Ulrich, maar goed, misschien is het wel beter zo dat hier Lance Armstrong nog eens bevestigt dat hij wel degelijk de enige winnaar van deze Tour is hier. Hoe was het zelf met Hanegraaff in een tijdrit vroeger? Redelijk, maar ik ben mijn gele trui in die tijdrit verloren aan Laurent Fignon, geloof ik. Dus ja, wat dat betreft... Er waren altijd wel betere. Oké. Okay. Goed, gaan we eens even kijken naar hoe het vandaag allemaal ging. De Tour duurt nog maar een paar dagen. Zondag is alweer de laatste rit op de Champs-Élysées. Vandaag dus een rit tegen de klok. En met de tijdrit verlaten de renners Duitsland en keren ze weer terug naar Frankrijk. De etappe gaat van Freiburg naar Mulhouse en dat is een afstand van 58,5 kilometer. Een lange tijdrit dus. En vooral een duel tussen Lance Armstrong en Jan Ulrich, de nummers 1 en 2 van het algemeen klassement. Het centrum van Freiburg was het decor voor de start van de tijdrit. De Duitsers zijn gek op wielrennen, dat bleek gisteren wel. En ook vanochtend stonden de mensen drie rijen dik langs het parcours. De eerste Duitser die in actie kwam was Andreas Klier van de Farmfried ploeg. Andreas Klier, Duitsland! Kun jij uitleggen waarom de mensen in Duitsland zo van wielrennen houden? Het is moeilijk te zeggen. Hè? Ik denk ja, is wegen Jan Ulrich en ik zeg maar Team Telekom zelf. So, ja, in Duitsland hebben wij veel te danken aan Telekom en Jan Ulrich. Schrok jij er gisteren een beetje van toen je Duitsland binnenkwam rijden? Want er waren echt een heleboel mensen. Ja, was ongelooflijk. So, ik zeg maar daar in Rheinfelde of zo heet het. Ja, daar komen naar Rheinfelde binnen en zo viele mensen, dat was ongelooflijk. En ik was met Savas aan het praten, met Knaben. Ik zei, ja, in Nederland, een paar jaar terug, was het precies hetzelfde, zegt hij. So, ik denk, misschien in die landen, waar die Tour de France niet zo vaak is, ja, dat zijn de meeste mensen. Ja, het leeft hier echt, hè? Ja, dat is mooi. Wat betekent dat voor jou zelf? Ik bedoel, ga je dan harder rijden? Of? Nou, ik ben niet zo goed hier in die Tour. Ik ben al twee weken niet zo goed. So, ik denk, ik ga vandaag niet harder rijden. Ik ben gisteren ook niet eraf gereden. Misschien het eerste stuk
Misschien die eerste 30 kilometer. Ah, we zullen zien. Okay, ik denk van niet. Met Andreas Klier had Alto Deutschland een as in de hinterhand. De laagst geclasseerde renners starten als eerste vanochtend. Daarom waren de Nederlanders er vroeg bij. Jeroen Blijlevens moest als eerste weg. Je moet gewoon wel tegen het maximum aanrijden. Want die man had toch de eerste rij toch 52 gemiddeld, denk ik, op zo'n parcours. En maar 25% verliezen, dus normaal moet dat geen probleem zijn. Maar als je er makkelijk over gaat denken en je gaat rustig rijden, dan kan het gevaarlijk zijn. Wat is de kunst van het tijdrijden? Eén tempo vasthouden? Ja, dat is wel de kunst, maar die kunst die bezit ik niet. Dus je constant in je beugel liggen en één tred hebben. Van de start tot de finish. En dat is niet gemakkelijk. Ook Polti-ploegenoot Bart Voskamp was als één van de eerste aan de beurt. Evenals Tristan Hofman, die als 12e vertrok met bal achter zich Servais Knave. Knave kan behoorlijk tijd rijden. Een discipline waar Hofman het een stuk moeilijker mee heeft. Wie staat er achter mij? Jij? Serieus? En zo vertrok Hofman met een klein beetje schrik in de benen. Want ingehaald worden door Knave was wel het laatste wat hij wilde. Ik zei dat ik vertrek rustig. En dan ga ik gewoon vol een bak starten en dan haal ik hem dan 5 kilometer in en dan heeft hij geen moraal meer. Dan ga ik in zijn wiel zitten. Knave haalde Hofman inderdaad in. Hij reed de tijdrit ruim 5 minuten sneller. Ook Max van Heeswijk is niet wat je zegt een specialist. Voor mij is het gewoon overleven en of overleven niet, maar de benen niet kapot rijden. Ik kan ook niet te rustig doen, want je hebt maar 25% tijdverlies, hè? En dat is? Hoeveel minuten mogen we dan verliezen? Ja, 15 op een uur. Ah, ja. Ja, inderdaad. Dus als 20 minuten zeg maar dan mogen verliezen. Want het rijdt iets meer dan een uur. Max van Heeswijk van de Mannschaft Mappei ligt hier als de complete. De complete volkswiste. De renners van de Rabobank ploeg begonnen de tijdrit met dezelfde mentaliteit als van Heeswijk. Ze hoefden niet voluit te gaan als ze maar op tijd zouden finishen. Ploegleider Theo de Rooij vindt het belangrijk dat zijn renners tot rust komen voor de laatste dagen. Gisteren hadden ze een halve rustdag en vandaag? Ik denk voor een paar jongens weer een halve rustdag. Dus. Waarom? Nou, het is een tijdrit van 60 kilometer en ze mogen zo'n 20 minuten verliezen. Dus ja, als je toch al weet dat je niet bij de eerste 10 of bij de eerste 20 gaat rijden, dan ben je gek als je... Dat je over je toer gaat in zo'n tijdrit. Dus kun je krachten beter weer sparen vanmorgen. Goed, u heeft misschien één renner in de ploeg die wel bij de eerste 10 zou kunnen rijden. Dat is Erik Dekker. Wat gaat die doen? Als die zich goed voelt, dan zal hij dat zeker proberen. Kijken hoe het gaat. Hè. Het is voor hem natuurlijk ook al een lange toer geweest. En, aan de ene kant kan hij nog een paar puntjes pakken voor het puntenklassement. Maar ja, zo langzamerhand komt dat klassement voor de strijdlustige renner toch ook wel in beeld. En daar heeft hij de komende 2 dagen ook nog wel een koppel goede benen voor nodig. Dekker reed geen geweldige tijdrit. Hij finishte als 25e op 5 minuten 48 van winnaar Lance Armstrong. Hij begon goed, maar verloor na het eerste gedeelte vrij veel tijd. Echt doortrekken had daarna geen zin meer. Als je een minuut achter hebt, al op 40 kilometer, dan ga je die tijdrit natuurlijk niet meer bij de eerste rijden. Dus dat heb ik toch... Ja, toch wat gereserveerd gereden op het laatst en me niet helemaal dood gereden. Met in je achterhoofd de zaterdag en de zondag, dagen dat je weer gaat aanvallen? Ja. Ja, morgen 255 kilometer. Ja, dat is een heel eind. Maar ja, aan de andere kant, als je vooraan zit, is de etappe wel wat korter natuurlijk. De Tour nog in Duitsland en dus veel aandacht voor Derjaan. Hij heeft zich al neergelegd bij de tweede plaats in de eindrangschikking. Hij hoopte vandaag wel zijn eerste etappezege te kunnen pakken. Dat is het duel vandaag, Ulrich of Armstrong. Christophe Moreau, die nog altijd kans heeft op de derde plaats in de eindrangschikking. Dus een plaatsje op het podium. Onze ploeggenoot, Jesroba Beloki, doet een beroep op hogere machten. Hij staat derde, maar zijn voorsprong is niet al te groot. Slechts 5 seconden op Eras, de nummer 4. Lang stond de beste tijd op naam van Laurent Jalabert. Die mocht als eerste grote een beetje van start, maar dan de binnenkomst van de Amerikaan Tyler Hamilton. Ploeggenoot van Armstrong, hij zet de beste tijd neer.
Maar dan Jan Ulrich, gespannen, want hij wil vandaag zo graag zijn etappezegen pakken. Het duel Ulrich-Armstrong kan beginnen. Want 3 minuten na Ulrich mag de Amerikaan van start. Ook hij dus nog geen etappewinst in deze Tour. Het eerste meetpunt, dat is op 20,5 kilometer. Daar zien we Moreau, 18 seconden voor Hamilton. Maar het is al duidelijk dat Ulrich deze tijd gaat verbeteren. Armstrong moet dan nog wel door dat punt komen. Aan de binnenkomst van de Italiaan Roberto Conti. En eigenlijk had hier Michael Bogert moeten binnenkomen, maar hij is gepasseerd door de Italiaan. Bogert had een slechte dag, met name fysieke problemen. Terug naar dat punt op 20,5 kilometer. Op ongeveer 1/3 van het parcours dus. Armstrong sneller dan Ulrich, zo'n 5 seconden. Even kijken naar Santiago Botero, de bergkoning, bezig aan een hele goede tijdrit. Christophe Moreau, hij is vandaag de best of the rest. Als we even het duel Ulrich-Armstrong buiten beschouwing laten. Eens kijken naar de aankomst van Daniel Nardello, de Italiaan, de 4e tijd op dat moment. En door zijn goede tijdrit gaat hij waarschijnlijk stijgen in het klassement. Voor vandaag stond hij nog 12e. Het publiek wordt gek als Jan Ulrich passeert. Op weg naar het 44 kilometer punt. Richard Virenque, hij had nog een kansje op het podium, maar hij verliest heel veel op Christophe Moreau. En Armstrong, hij snelt voort op het gemakkelijk te bereiden parcours dat zeer vlak is. De binnenkomst van Mancebo en Beltran, matige tijden en Beltran wordt zelfs gepasseerd in het algemeen klassement door Nardello. Het 44 kilometer punt, Ulrich met een grote voorsprong op Moreau, maar het wachten is op Armstrong. 48-48 is de tijd van de Duitser en de Amerikaan komt er al aan. 48-23 wordt het. De Amerikaan dus 25 seconden op 2/3 van het parcours sneller dan Ulrich. Binnenkomst van Fernando Escartin. Een redelijke tijd voor de klimmer die zich hiermee handhaaft in de top 10. Het duel bestaat nu tussen Moreau en Bellocchi voor plaats nummer 3 in het eindklassement. En houdt Armstrong in de laatste 16 kilometer houdt hij zijn voorsprong op Ulrich. Of heeft Jan Ulrich in het laatste stuk in Frankrijk nog iets extra's? Dat is de vraag. Zo. Ja, heel netjes. Ook dit is een doorbraak. 50 kilometer en 870 meter. Voor deze jonge vent uit Zuid-Amerika. Prachtige tijdrit van deze Fransman. Schitterend gereden. Als je dan toch gaat, dan ga je vol, hè? Ja. Christophe Moreau gaat hier de snelste tijd neerzetten. ...1.07.13.52.219. 10 kilometer voor Armstrong. En hier komt de nieuwe tijd. Twee seconden heeft hij gewonnen in de achterliggende tijd. Het gaat echt krabbelend, haalt hij het. Van hem weten we dat dit niet zijn specialiteit is en dan hebben we dat netjes gezegd. Hij rijdt voor wat hij waard is. Hij komt zo rond de 20e plaats uit in de tijdrit. En dat is voor hem een vrij goede prestatie. Maar het gaat ervan uit dat Armstrong en Ulrich en Bellocchi hem ook nog voorblijven. Hij rijdt nu op de 17e stek. Nu 19. Nu 20. Nu 21. 2, 1, 10, 51. Ook Heras stijgt boven zichzelf uit, Erik. Ja, maar het zijn de mannen die echt rijden om iets te verdedigen. En dan zo'n laatste dag, laatste paar dagen in de Tour. Dan gooi je nog even alles wat je hebt. Het is natuurlijk geen tijdrijder. Voor zijn doen, acceptabel deze tijd.
Dat is lekker voor je, de Duitser. Blokkie redt het. Die houdt een halve minuut over. Ja. En Ulrich passeert hem op de finish. Dan toch pet af voor Armstrong. 1,526. Oké, die geven we. Moroz is op 1,75 minuut gereden. En hier is in Mulhouse op de grens van Duitsland. De nummer 1 van deze ronde van Frankrijk. De beste van 129 renners die nu nog 1 kilometer te doen heeft. Fribourg aan Brisgau naar Mulhouse. En hij stormt binnen. Een 4,55 zal het misschien worden. Misschien dat hij net in de 1 minuut 5 komt. Zijn gemiddelde zal het beste van allen zijn. Hij laat zien dat hij de beste is. Eerzucht, Erik. Eerzucht en nog eens eerzucht. En de wil te overleven. Dat wat hij in een vorig leven ook moest en kon en deed. Doet hij nu nog eens een keer op 58 kilometer. Ja, hij was niet helemaal afgeschreven. Nee. Hij had wel die voorsprong. Maar eerzucht dreef hem ook naar deze etappe-overwinning. Deze die hij nu heeft. En dan kan hij de hele wereld toelachen en zeggen van... ik heb mijn voorsprong vergroot. Ik in de laatste tijdrit, vlak voor Parijs, ben de beste van de Ronde van Frankrijk van het jaar 2000. Hadden jullie nog wat met z'n allen? Hebben jullie kritiek op me? Kom maar. En hij is er, op het juiste moment. Zeer, zeer sterk gereden. Lance Armstrong, 1:05:01. Gemiddelde 53,986. Thank you. Mooie overwinning dus voor Lance Armstrong. Maar Jacques Hanegraaff, waarom had jij gezet op Jan Ulrich? Nou ja, thuiswedstrijd Duitsland door zijn achtertuin, bij wijze van spreken. En ik zag dat Ulrich in het begin van de Tour toch niet eens zijn beste doen was. Maar iemand die zoveel kwaliteit heeft, daar denk je dan van, die groeit in die Tour. En die gaat zeker... In Freiburg gaat hij triomf vieren, maar het is anders. Hè? En misschien dat Armstrong niet alle risico's zou hoeven te nemen met zo'n ruim voorsprong? Je ziet ook in de finale dat Armstrong toch enigszins behoudend door de bochten gaat. Maar ik denk dat het heel goed, noem het maar even, de krachten van het moment weerspiegelt. Nou, dat is Ulrich tweede. Jarenlang heb je met Ulrich gewerkt bij de telecomploeg. Nu manager van de Farmfriedploeg. Ja, dan werk je niet met de nummer 2 van het klassement, maar die staat wat verder. Maar de beste Nederlander vandaag was dan toch wel even Servaas Knaap uit jullie ploeg. Gelijk het hoogtepunt van de Tour. Ja. Nou, en je ziet ook wat dat betreft, de stemming is goed. Want Servaas houdt er wat dat betreft altijd plezier in hetgeen wat hij doet. Hoogtepunt van de Tour. Aan de andere kant hoop je natuurlijk met het team, en toch zeker morgen of anders zondag, dat ze daar nog iets kunnen scoren, maar dan ook echt scoren. Maar een 20e plaats in een tijdrit, jullie hadden natuurlijk toch veel meer verwacht van deze Tour. Jawel, maar dit is een ronduit tegen van de Tour. Ja, kijk, je moet je niet de illusie maken dat je hier met de renners, die overigens een heel goed voorjaar hebben gereden, maar dat je dan hier meespeelt in een tijdrit van de Tour. Kijk, de Tour is de Tour. Renners die gaan voor het klassement in de Tour, die scoren ook in de tijdrit en die bereiden zich toch ook heel anders voor. Die hebben geen voorjaar gereden. Die hebben zich daar eigenlijk van alle competitie onthouden. Ook een hele duidelijke opbouw gemaakt naar die Tour. Jan Ulrich zelfs iets te laat, denk ik, achteraf. Maar anders dan voor de dag successen gaan. Maar buiten deze tijdrit heeft bijna geen Farmfriedploeg renner zich echt in de kijker gereden. Nee, dat is ook geen reden tot halleluja en de juichstemming. Want in alle eerlijkheid, de eerste week was Jans Koers met een paar prijsjes, noem ik het dan maar even daar. En dat was natuurlijk heel leuk. Maar we hebben ze gemist, ook in de ontsnappingen, in de aanval, in de durf. En dat vind ik wel jammer. Zijn er renners over aangesproken? Laat je eens wat zien. Ja, ik heb dagelijks zo contact gehad met Hendrik en nog steeds. En die zegt ook, ja, af en toe dan pak je er toch eens eentje apart. En dan probeert hij ze eens te prikkelen of een beetje van jongens, kom op. Alleen als ze op de cruciale momenten moeten passen, ja, dan is het duidelijk, denk ik. De sfeer in de ploeg, is die ook naarmate de prestaties uitbleven ook ongelooflijk gedaald?
Nou, als ik nu zie dat Knave in iedere zin toch nog kan lachen. Ja, maar dat zegt over Knave, want zijn vrouw is zondag uitgereikt. Oh, zegt het iets. Maar, dan denk ik dat de sfeer niet slecht is. Je ziet het ook aan Clear. Maar het is natuurlijk altijd veel leuker als ze één of twee etappes op zak hebben. Ja. Ja, maar wat over die sfeer gesproken, eens even kijken wat Hendrik Redant eerder deze week precies zei voor onze camera's. Het is al van het jaar wat onrustig, dus ik hoop dat ze dit allemaal kunnen uitklaren, want het is natuurlijk toch een heel mooie ploeg die sowieso verder moet doen. Er is heel wat kwaliteit in huis en zo spijtig zijn dat er op deze manier zo teloor gaan. Heeft u daar geen grip op? Dus iets dat gebeurt boven mijn verantwoording, dus ik ga me daar niet direct in mengen. Is het een kwestie ook van discipline? Hoe bedoelt u discipline? Nou, dat iedereen maar roept wat hij wil roepen. Nee, ik denk dat niet. Ik denk discipline is dit jaar gans anders aangepakt in het begin van het jaar. Ik ben iemand die het vrij los kan houden, maar die toch wel respect opdenkt op een andere manier. Dus daar is het volgens mij zeker niet aan te liggen. Hoe moeilijk is het voor een ploegleider als er elke keer dingetjes naar buiten komen? Want daar heeft u dus kennelijk geen grip op. Nee, dat is dus heel moeilijk. Dat klopt. Dus het is heel moeilijk dan om een groep samen te houden. Maar ik denk de mannen staan nog altijd achter mij. Dat is heel belangrijk qua prestatie. En hoe moeilijk is het voor een manager die hier zit, als er iedere keer dingen naar buiten worden geklikt? Dat is niet leuk. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat je zit je dan soms toch even te verbijten. En denk van ja, wat gebeurt daar nou weer? Dat is niet leuk. Alleen je hoopt dat de mensen genoeg professionaliteit in zich hebben om vooral te focussen op het sportieve. En ik zeg altijd, de winnaar heeft altijd gelijk. Laat ze dan maar een goede prijs rijden. Maar is dan de discipline gewoon niet goed? Nou, misschien te veel bezig wat dat betreft met niet met het sportieve, maar met het randgebeuren. Dat is natuurlijk niet goed. Ja, want het is natuurlijk altijd zo, het gaat rommelen, maar op het moment dat de prestaties uitblijven. Maar over de discipline is natuurlijk veel gezegd. Toen jij en Teun van Vliet begonnen, toen hebben jullie eigenlijk vrij snel die touwtjes strak aangetrokken. En toen kwam er wat vrevel tussen de ploegleiding enerzijds en de renners anderzijds. Ja, logisch. Kijk, je moet niet vergeten, je komt in een groep terecht die heden, maar ook heel veel verleden met elkaar delen. Dat is een vriendenploeg onder Priem. Zo zou je het kunnen stellen. Dus dan sta je toch in beginsel, staan ze er wat vreemd tegenover. Aan de andere kant, het enige wat je kunt doen is proberen heel veel dingen ten goede te veranderen. Nou, daar zijn we dag en nacht mee bezig. En de mensen moeten zelf het professionalisme hebben om daar ook gebruik van te maken. Want meer kun je niet, hè? Je biedt handvaten en mensen moeten dat zelf invullen. Maar kun je nagaan dat dan iedereen een beetje reageert? Het rommelt al vanaf het begin af aan. Van Vliet gaat logisch eruit. Ja. En dan krijg je het hele verhaal met Ivanov. Daarvoor nog trouwens met Dave Breilands ook nog. Ja, dat zijn dingen die daar ben je helemaal niet blij mee. Kijken of ik het dan over Dave Breilands of Ivanov heb. Daar heb je op dat moment mee te maken. Dat heb je niet in de hand. Je staat 100% achter de begeleiding die je de mensen aanbiedt. Toch gebeuren dat soort dingen. Ja, het schept heel veel onrust in een team. Het enige wat je kunt en moet doen is 100% de lijn volgen die je inzet. En 100% staan voor de principes die je huldigt. Maar moet je die dan ook niet een beetje bijstellen? Nee. Nee. Nee, kijk, als je we staan voor een helder verhaal. We staan voor een zuivere sport. En wat dat betreft, dat zetten we door. Ik denk ook als je een sponsor hebt die de derde grootste aardappelproductproducent van de wereld is, dan moet je die weg ook volgen. Ja, maar die huisregels die hebben jij en Van Vliet opgesteld. Jullie hebben natuurlijk een dijk aan ervaring samen. Mm-hmm. Hebben jullie toch niet helemaal goed ingeleefd in zoals het ging onder Priem binnen die ploeg? Niet goed ingeleefd in zoals het ging. Nou, ik denk dat omdat dat inderdaad wat je net al zei, die vriendenploeg was. Ja, maar goed, het verleden is niet altijd referentie. Hè? Je moet proberen om de zaken, de principes die je wil realiseren, daar moet je mee beginnen. En kun je ook niet verwachten dat iedereen daar gelijk warm verloopt en dat iedereen halleluja roept. Alleen het is een overgang, dus mensen moeten daar ingroeien. Ja, oké. Okay. Jacques, zometeen praten we geen strenge mensen verder, hoor. Dat moet je niet verkeerd zien. Dat geloof ik. Zometeen wil ik even met je verder praten over hoe het allemaal verder gaat straks met de Farmfietsploeg. Nu eens eerst even kijken hoe deze 19e etappe precies is afgelopen. De winst is voor Lance Armstrong. 1 uur en 5 minuten ruim. Jan Ulrich op 25 seconden wordt dus tweede. Dan Christophe Moreau, derde op 2.12. Armstrongs ploeggenoot Hamilton knap vierde. Wel op ruim 3 minuten alweer. Bellocchi
heel keurig. Vijfde op 3.26, dan Laurent Jalabert. De Schot David Miller, hij won de eerste tijdrit, droeg toen ook even de gele trui, eindigt nu als zevende. Nog voor Nardello en Botero, de winnaar van de bonnetjestrui. Trentin is de nummer 10 van vandaag en hij eindigt alweer op 4.16 van Armstrong. Enkele grote namen, Abraham Olano, 12e, zijn landgenoot Mancebo, 17e. 19e wordt Roberto Heras, hij verliest ruim 5 minuten op Armstrong. Beste Nederlander Servaas Knave, hij wordt 20e. Fernando Escartin verliest 5.46. Erik Dekker valt tegen, wordt 25e, net voor Richard Virank, die 5.50 verliest op Armstrong. Dan Koos Moerenhout, Farmfried, 30e. Maarten Nabakker wordt 37e en Max van Heeswijk, 64e. Ochoa, 86e. Erik Zabel, zeker van de groene trui. Hij wordt 107e. Dan Mark Lots. We vinden Tristan Hofman terug op de 115e plaats. Bart Voskamp, 118e. Sprinter Blijleven is nog altijd zonder etappewinst. Finisht op ruim 11 minuten. De zieke Bogert wordt 125e. Dan Pera de Do. Hij wordt net geen laatste op 12.18. En 129e. En laatste Fagnini op 13 minuten en 11 seconden. Eens kijken hoe het algemeen klassement na deze etappe eruit ziet. Natuurlijk heeft Lance Armstrong zijn voorsprong vergroot. Precies te zijn, 25 seconden. Armstrong wint dus ook zijn tweede Tour en benadrukt dat met de tijdwinst van vandaag. Ulrich tweede, dan Beloki. Hij verliest 1.14 op Moreau, maar houdt net genoeg over voor de derde plaats. Moreau dan, vinden we terug op 4. 5 Heras, 6 Virank, 7 Botero, 8 wordt Fernando Escartin. Mancebo wordt 9e en Nardello komt binnen in de top 10. Hij stond voor vandaag nog 12e. We zijn met elkaar 2, terwijl de muziek lekker doordreunt. Beltran zakt een plaatje en wordt nu 11e, Ochoa 13e. Michael Bogert wordt uiteindelijk straks 19e in deze Tour de France, als hij tenminste gewoon Parijs haalt. 26e, Tyler Hamilton, Olano 35e, Den Bakker 50, Dekker 52, 54, Laurent Jalabert, toch wel tegenvallend. 57e, Mark Lots en 62e, Erik Zabel. Koos Moerenhout, 78, 104e wordt Max van Heeswijk, 112 Knave, 116 Voskamp, 120 Hofman, 126 Blijlevens en 129ste en laatste Parado. Like last year, I wanted to prove that that regardless of the advantage I had, I was still the strongest person in the race. And I think there were people that, you know, you make a mistake like I did in Morzine, and they sort of question your class and question your worthiness of wearing the jersey. So I wanted to prove that I deserved it. Es war ein sehr schnelles Zeitfahren, und, aber natürlich eine völlige Ausbelastung über eine Stunde und dementsprechend tut die Muskulatur weh. Wie nah haben Sie Lance Armstrong im Nacken gespürt? Ich wusste nichts über Lance, ich hatte keinen Punkt jetzt dabei und ich habe nur an den Zeiten gesehen, dass ich da, wo ich kam, der momentan Beste war und das war erstmal schon zufriedenstellend für mich. Gut, dass Lance jetzt 25 Sekunden schneller gefahren ist, ist traurig für mich, gerade hier in meiner Heimat, aber ich denke mal, ich bin trotzdem ein gutes Zeitfahren gefahren und ich habe mich völlig ausgelastet und die Fans können zufrieden sein. Lance hat, denke ich, heute nochmal demonstriert, dass er wirklich im Gelb fährt, berechtigt und da bin ich einverstanden. We zitten in Mulhouse, de tijdrit is voorbij. Het is laat in de middag, vroeg in de avond en de rust valt in de Tour de France. Want Lance Armstrong heeft zijn etappe gewonnen. Daar was hij wel heel erg naar op zoek, hè? Ja, het was opvallend dat hij daar op een gegeven moment toch veel over zei. Dat hij spijt had van het cadeau aan Pantani op de Mont Ventoux. En dan proefde hij toch in dat hij toch nog wel eens wilde proberen om zijn rit te winnen. Het is hem niet makkelijk afgegaan. Hij heeft echt voor letterlijk iedere meter moeten knokken. Ja, nou ja, hij had in Ulrich natuurlijk een geducht tegenstander. Een parcours wat Ulrich op het lijf geschreven was. En ja, ik ken een mooi duel. Een vlakkere tijdrit is er in jaren niet geweest, hè? Nee, ik heb nooit zo'n parcours gezien. En dan hadden ze nog de wind in de rug erbij. Dus dat was echt voor pure snelheid. Ja, als we hier, want we zitten met de papieren van de etappe voor ons. Armstrong wint dus met 25 seconden voor. Hoeveel is 1 meter op een, of 1 seconde op een fiets? Ja, het is een te verwaarlozen verschil, vind ik, op zo'n afstand. Ja. Het is een ritme wat Armstrong van het begin af aan heeft en Ulrich. En daar zit dan een klein verschil tussen. En dat uitzicht dan in 25 seconden. Maar ja, dat is, ik vind het te verwaarlozen eigenlijk. Als ik het woord eerzucht gebruik, kom ik dan dichtbij wat Armstrong drijft? Ja. Of is het meer? Nee, want voor de gele trui was het niet meer nodig. Hij stond riant aan de leiding. Dus eigenlijk had hij kunnen zeggen van nou, ik rij een goede tijdrit, maar het interesseert me niet zoveel of Ulrich nou wint of niet. Maar hij wil echt laten zien van ik ben de sterkste van deze ronde.
En dat heeft hij gedaan. Ja, prachtig gemiddelde. Dat is, er is niks op af te dingen. Ik bedoel, hij heeft vandaag duidelijk gemaakt dat hij de sterkste is. Ja, ja, dat is ook een soort revanche op vorig jaar, waar hij veel kritiek kreeg van ja, de toppers waren er niet. Pantani was er vorig jaar niet, Ulrich niet. En Armstrong wint dan maar de Tour. Nou laat hij zien dat, dat hij met hun ook de Tour kan winnen. Ja. Een opvallende rol voor de Fransman Moreau. Die had een nogal aardige uitdaging voor zich. Die moest wat mensen in gaan halen. Maar zoals zo vaak in topsport, wat in theorie zo makkelijk lijkt, doe het maar eens. Ja, ja, ik denk Moreau hele goede tijd heeft gereden. Maar zijn ploeggenoot Bellocchi heeft stand gehouden. En dat was wel verrassend eigenlijk. Bellocchi die wordt zelfs vijfde in de tijdrit. Dus dat is uitzonderlijk goed, denk ik. Ja, zou het prettig zijn om zo met je tong uit je mond te rijden? Ik weet niet, ja, het is een soort houding. Hij wordt een beetje droog volgens mij op het laatste. En hij wordt ook heel groot, die tong. Ja. Gaan we even naar Nederlanders kijken. Knaven wordt slechts 20ste, zeg je als je het met een donkere bril op ziet. Ja. Je kan ook zeggen, hij wordt goed 20ste. Ja. Waar kies jij voor? Je moet even de eerste twee wegdenken, denk ik. Want die rijden nummer 3 op een groot achterstand. Ja. Vanaf nummer 4, ja, dan heb je verschillen van 3 minuten en Knaven op 5:33. Daar zit dan allemaal niet zoveel tijd tussen. Ik denk dat Knaven, ja, naar zijn vermogen heeft hij goed gereden. Dekker komt daar achter op de 25e stek met 5:48 achterstand op Armstrong. Ja. Maar voor Dekker, ja, daar zal het toch ook wel eens een keertje voor ophouden. Ja, en dat is niet zijn plek als je zegt van zijn kwaliteit als tijdrijder. Hij kan beter, hij kan bij die eerste 10. Maar ja, voor hem was deze ronde al zo succesvol dat... Dat maakt dan ook niet zoveel meer uit. En de bondscoach kan heel gerust Knaven en Dekker meenemen naar Sydney? Dat denk ik wel. Dat zijn de twee, ja, eigenlijk al een aantal jaren de twee beste tijdrijders. Dus die kun je meenemen. En dat zijn de heren Breukink en Smeets in Mulhouse. Michael Bogert, daar moeten we het ook toch nog eens even over hebben. Hij werd vandaag 125ste op 11 minuten en 53 van de winnaar Lance Armstrong. En dat is ook voor Bogert ver beneden pijl. Ziek, doodziek kwam Bogert over de finish in Mulhouse. En het enige wat hij wilde was zo snel mogelijk weer terug naar het hotel. Maar er is nog wel één grote vraag. Want waar en wanneer was Bogert nou zo ziek geworden? Het antwoord van Michael zelf. Nee, niet van Michael. Van de Roy. Iets over 3 zou je starten. Normaal is het dan dat je 3 uur voor de wedstrijd nog een laatste maaltijd neemt. Hij is van tafel gekomen en heeft alles wat hij opgegeten had direct weer uitgespuugd. En dat heeft zich een aantal keren herhaald voor de start van de tijdrit. En hij had een zeer miserabel gevoel over zich. Wat betekent dit voor morgen? Want het is niet beter geworden, het is eerder slechter geworden. Ja, maar we zijn nu een paar uur na afloop van de tijdrit en we hebben de hele nacht nog voor ons en we hopen dat hij wat eten binnen kan houden en zeker dat het morgenochtend het geval is. En dan hoop ik toch in ieder geval dat hij de start kan nemen. Ik zie de kansen vrij goed in. We hebben natuurlijk het voordeel dat we met een renner te maken hebben die heel diep kan gaan, die verschrikkelijk gemotiveerd is, die zelf enorm veel van zijn goodwill daarin legt. Dus we hebben een enorme medewerking van hem. En wij weten sowieso dat als het niet kan bij hem, dan kan het bij niemand anders. Dus ik heb er wel een goede hoop in. Ik heb nu ook het gevoel dat hij sinds het beëindigen van de tijdrit dat hij toch behoorlijk aan het herstellen is. Dat hij over het moeilijkste moment waarschijnlijk heen is. Dus ik heb er eigenlijk wel goede hoop op dat het allemaal wel zal lukken. En dus haalt Bogert waarschijnlijk gewoon Parijs. U begrijpt, Bogert was zelf niet in staat om te praten. Ik dacht even dat Theo de Rooij aan het woord zou komen, maar het was dus Adrie van Houwelingen. En van Adrie van Houwelingen is het misschien weer een kleine stap naar Jacques Hanegraaff. Over de Farmfrietploeg en deze tour hebben we het gehad. Maar hoe nu verder? Ah, hoe nu verder? Kijk, er komen nog natuurlijk een behoorlijk aantal belangrijke wedstrijden. Ronde van Spanje, wereldbekerwedstrijden. Dus wat dat betreft hebben we daar ook wel renners die kunnen scoren. Als je ziet dat de Olympische Spelen in Sydney zijn, we hebben in Australië, we hebben zelfs renners die, ik schat 4-5 renners die daar geselecteerd zijn van Team Farmfrieth. Dus ja, ze krijgen nog kansen genoeg. Dat is het mooie, het seizoen aflopen, maar binnenkort gaat de familie Bruins, die achter de Farmfrieth ploeg zit, die gaat eens praten met een aantal deskundigen die daarvoor zijn ingehuurd. En dan gaan ze eens praten hoe ze verder gaan. En is er dan nog wel een Farmfrieth ploeg volgend seizoen? Ik heb begrepen van Pieter Bruin dat er zeker nog een Farmfrieth ploeg is volgend seizoen.
Dus wat dat betreft kunnen jullie gerust zijn. Geen fusies met de Domo-ploeg? Ja, dat is ook weer zo'n gerucht wat dan even, heb ik er straks van je begrepen, circuleert. Twee dingen. Farmfried heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wanneer er zich een kandidaat sponsor aandient, dat ze daarmee samen zouden willen. Praktisch gezien de fusie met Domo zou niet kunnen, al zouden we willen, want we hebben beide veel te veel renners onder contract. Dus dat is even. Het valt duidelijk uit, de Domo-ploeg is de nieuwe opgerichte ploeg van Lefebvre. Van Lefebvre, ja, klopt. Die hebben ondertussen nog maar een paar renners onder contract. Nou, toch, ik dacht inmiddels al een stuk of 10. En we hebben er ook 22 onder contract. Dus het zou niet kunnen, al zouden we het willen. Maar een van jullie grote namen, Van Peteren, heeft al gezegd: daar wil ik best zijn. En als dat zo met nog een paar renners gebeurt? Die heeft wat dat betreft al meer gezegd. Dus, Maradant zegt ook dat hij gaat. Naar Domo, bedoel je? Nou, die gaat in ieder geval weg bij de Farmfried ploeg. Weet ik niet, heeft wat dat betreft dit nog niet rechtstreeks aan mij uitgesproken. Op meerdere camera's gezegd. Ja, ik begrijp al dat Hendrik een beetje wat dat betreft zijn twijfels heeft over de toekomst. Ik kan me dat goed voorstellen. De Tour is niet de mooiste uit zijn ploegleiderscarrière. Ja, maar dat niet alleen. De Redant is aangetrokken als ploegleider en werd eigenlijk vanaf het eerste moment al assistent ploegleider. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een ongelukkige manoeuvre was. En die heeft dan Hendrik vorig jaar ook al een keer meegemaakt toen hij ploegleider was bij TVM. En dan kwam dan een keer Steven Rooks er overheen stappen, om het zo maar te zeggen. Dus wat dat betreft kan ik me wel voorstellen dat hij zich daarmee niet happy voelde. Aan de andere kant, nu heeft hij mandaat om eerst de ploegleider te zijn en te blijven. Dus ik denk dat hij toch wel eens moet nadenken over zijn toekomst. Ja, maar als we dan teruggaan naar het grotere verhaal, de Farmfried ploeg. Mm-hmm. Daar wordt veel geld in gestoken. Als een Tour, relatief gesproken, zo anoniem verloopt, dan zegt iemand, daar stoppen we geen geld meer in. Ja, ik denk ook dat je het nuchter en reëel moet zien als je een ploeg hebt die strategisch gezien zo in elkaar steekt dat we daar helemaal focussen op de voorjaarsklassiekers, wat dus gebeurt. Want laten we eerlijk zijn, daar hebben we wel de renners voor in huis die daar naartoe hebben geleefd en daar ook heel goed hebben gescoord. En je hebt dan ook nog het probleem bij de Tour staat Ivanov, waar we, laten we heel eerlijk zijn, sportief gezien heel veel toch wel van hadden verwacht. Ook een renner die zich heel goed had voorbereid, sportief gezien, op die Tour. We hebben gezien dat hij in Luxemburg en alle ronden die hij reed, Catalonië, was hij gewoon in het klassement aanwezig. En dan kwam er een tijdje niks. Nou, en als je ziet dat hij dan niet de start maakt, dan weet je dat het heel moeilijk zal zijn voor Team Farmfried. Maar zoveel toevallige tegenvallers die er dan gebeuren, dat is dan toch geen toeval meer? Ja, het is niet leuk. Zeker niet. Maar dat het geen toeval is, dat kun je zo niet zeggen. Dat het misschien iets te maken heeft gewoon met de ploeg, met de sfeer, met alles wat ermee samen, de druk die op de renners ligt. Als dan de sfeer ligt, dan win je nooit een wedstrijd. En we hebben natuurlijk al behoorlijk wat wedstrijden gewonnen. Als het niet lukt, dan komt er natuurlijk niet alleen kritiek op de renners, er komt ook kritiek op de ploegleiding, er komt ook kritiek op de manager. Ja, en terecht natuurlijk. Farmfried gaat door. Is het dan met Hanegraaff of zonder Hanegraaff? Ze hebben mij verteld met Hanegraaff. En daar kun je op terugkomen, een mondeling akkoord? Wat dat betreft heb ik goede ervaringen met Farmfried. Ja. Slaap je nou een beetje 's nachts? Hartstikke goed. Ja. Ondanks de tegenvallende Tour? Ja, want kijk, hoe je het ook draait of keert, op het moment dat je dekjes over je heen trekt, dan kun je het niet veranderen, hoor. Dus, Oké, dat is goed. Dankjewel, Jacques Hanegraaff. Morgen staat er ook weer een etappe in de Tour de France op het programma. Het is dan de voorlaatste rit, om precies te zijn de 20e. En die brengt de renners in deze 87e Tour over 254,5 kilometer van Belfort naar Troje. Het vertrek is al om 11 uur 's ochtends. Drie bergjes van de vierde categorie krijgen de renners te verwerken. En de finish zal zo rond 5 uur zijn in Troje. Troje was overigens al 5 keer eerder de finishplaats in de Ronde van Frankrijk. In de voorlaatste etappe, die naar Troyes, werd er naar toerbegrippen bijna 200 kilometer lang danig de lijn getrokken. Boubert nam er zijn gemak van. De Nederlandse ploeg kreeg nog een klap. Suikerbuik maakte een ernstige val. Met Parijs in het zicht wilde de blonde Brabander, voor wie deze ronde een lijdensweg was, niet opgeven. Hij trapte nog 2 kilometer verder en moest toen toch de strijd staken. Tegen het einde van deze etappe ontsnapte uit een groepje vluchtelingen de Belg de Bruyne, die in Troyes als eerste over de eindstreep ging. In
1987 wint Guido Bontempi de massasprint voor Dominguez en Jean-Paul van Poppel. Maar Bontempi wordt later betrapt op dopinggebruik en verdwijnt uit de uitslag. Daardoor wordt Dominguez de winnaar en eindigt Van Poppel als tweede na de etappe van Épinal naar Troyes. Troyes, we gaan het morgen allemaal meemaken. Onze uitzending begint op TV2 al om 12 uur. En dan niet alleen het wielrennen, de 20e etappe in de Tour. Maar ook tennis, de twee halve finales op de Dutch Open. Met twee Nederlanders, Raymond Sluiter en Edwin Kempers. Voor nu wens ik u nog een goedenavond.